onderdanen. Een ander werkend gepeupel van Nederland. Dit is natuurlijk niet de gehele versie van Prinsjesdag, maar ik ben slechts een woordvoerder en doorgever van de belangrijkste zaken die u kunnen overkomen. Ik verzoek u dit heel goed tot u te nemen, want het is niet de bedoeling dat we dit constant gaan herhalen. Wij vragen dit jaar voor de zoveelste keer een kleine bijdrage. We vragen natuurlijk ook verdraagzaamheid, steun aan de politie, steun en begrip aan de politiestaking en steun aan begrip voor de managers die de zorg nog verder zullen uitkleden. Indien u nog niet helemaal uitgekleed bent, zullen wij, ons nieuwe kabinet, u daar graag bij helpen. Vertrouwt u alstublieft op ons belastingstelsel, welke u elke maand iets extra's in de blauwe envelop zult vinden. Wij vertrouwen erop dat u deze envelop, blauw en groen, tijdig zult betalen, want ook het salaris van zijn koninklijke hoogheid, ome Wilhelm, is omhoog gegaan. Ook de Groene Draak, het schip waar wij zoveel plezierige minuutjes hebben beleefd, zal op kosten van u, belastingbetaler, worden gerenoveerd. Wij houden wel het slogan aan van de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, maar het uitkleden van u wel makkelijker. Natuurlijk zullen de rijken, de zogenaamde Nederlandse elite en andere ons soort volk geheel worden ontzien.